Axiomaat genereert genuanceerde gesprekken over beladen onderwerpen. Daarmee probeert het tegenwicht te bieden aan de toenemende polarisatie. Geen in beton gegoten meningen, maar debat op basis van gelijkwaardigheid. Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Dat is alweer 20 jaar geleden. Wie was hij eigenlijk en wat is zijn erfenis? Ik praat erover met Jaap Cohen, historicus en schrijver van De Bolle Gogh. Een boek dat wat mij betreft nog veel dikker had mogen zijn. En dat bedoel ik als compliment. Jaap, heb je wel eens een cactus gekust? Ja, ik heb het afgelopen jaar heb ik het een paar keer gedaan, ja. En wat was de aanleiding? Nou, dat mensen mij na afloop van een gesprek als dit vroegen of ik een cactus wilde kussen. En hoe was dat? Heerlijk. Ja? Ja. Theo van Gogh gebruikte die cactus in zijn interviews, prettige gesprekken. Ja. Hoe heb jij die cactus geïnterpreteerd in dat programma? Nou, het was sowieso natuurlijk een goed item omdat je als kijker bleef kijken. Want je wilde uiteindelijk natuurlijk zien hoe de gast die cactus zou gaan kussen. Want je wist dat aan het einde dat zou gaan gebeuren. Ja. En het is natuurlijk ook, het staat een beetje symbool voor het stekelige karakter van de vragen. Dus het prikkelende karakter, beter gezegd. Vond je Theo van Gogh ook een cactus in een zekere zin? Op een bepaalde manier wel, maar in zijn interviews eigenlijk veel minder. Ja. Hij vrij zacht, hè? Ja, hij was eigenlijk zacht. Hij stelde wel prikkelende dilemma's, met name vaak morele dilemma's. Hè, waar je, en hij kon met zijn vragen meteen tot de kern komen. Maar hij liet wel de gast echt altijd in zijn waarde. Ja. En het schrijven van deze biografie, hier zitten jaren onderzoek achter. Voelde dat ook een beetje als het kussen van een cactus? Nee, ik heb eigenlijk 7 jaar lang eraan gewerkt en met heel veel plezier. Ja? Ja. Dus ik vind het bijna een beetje jammer dat het afgelopen is. Ja. Ik stelde die vraag ook omdat Theo van Gogh een soort, niet echt een hele goede verstandhouding had met jouw vader, om het zo maar te zeggen. Ja. Had je daar los van bij het schrijven van deze biografie? Valt wel mee. Ik had van tevoren natuurlijk wel mijn twijfels of ik dit zou moeten doen. Ik wist dat mijn vader wel in het boek zou moeten voorkomen. Mm-hmm. Al is het alleen in de laatste hoofdstukken, want hij had eigenlijk alleen aan het einde van zijn leven ging hij tegen mijn vader schrijven. Ja. En mijn vader heeft natuurlijk wel een rol gespeeld in die periode na de moord. Maar het boek gaat met name over het leven van Theo. Maar ik zat wel te twijfelen van, is het dan goed om dat te doen? Maar ik had gewoon heel veel zin om dat boek te schrijven. Ja. Ik dacht dat het gewoon een heel goed onderwerp was. Ja. Dus ik dacht van, ik vind het ook een beetje stom om het dan om die reden dan maar niet te doen. Heb je hier met je vader over gesproken? Nou, ik heb gezegd dat ik dit boek wilde gaan schrijven. Ja. Ik heb het gewoon meer gezegd. Ja. En hij zei van, als jij dat wil, dan moet je dat vooral doen. En ik heb hem verder behandeld als al die andere personages in het boek. Dus ik heb hem ook gewoon geïnterviewd, net als 149 anderen. Ja, want Theo, ik kijk even op mijn speakbriefje. Hij noemde je vader de zalvende kopman van de multiculturele samenleving. Hopman, ja. Hopman, sorry. Ja. Hopman, ja, van de multiculturele samenleving. Ja, ja, een NSB'er van nature. Ja. Kijk, je vader heeft ook een belangrijke rol gehad, want hij was ten tijde van de moord op Theo van Gogh burgemeester van Amsterdam. Misschien even voor we daar dadelijk op doorgaan. Weet jij nog een moment dat je hoorde dat Theo van Gogh was vermoord? Ja, ik was toen student in die dagen en ik kreeg een sms'je. Ik werd wakker ge-sms'd. En op dat sms'je stond Theo van Gogh is vermoord, uitroepteken. En toen was ik al wakker. En wat dacht je toen? Toen dacht ik, dit is een hele... gewoon ongeloof natuurlijk van wat er gebeurd is. En ik dacht ook meteen van dit is een belangrijke, hele belangrijke ingrijpende gebeurtenis. En ik ben daarna, weet ik nog, naar de faculteit gegaan. En toen kregen we te horen dat de dader een islamitische achtergrond had. En waarschijnlijk ook een motief in die richting. Moslimterrorist zou zijn. Ja. Nou ja, toen wist ik wel van dit gaat heel grote gevolgen hebben voor de Nederlandse maatschappij. Dat dacht ik dus ook en dat viel mij toch mee. Mm. Had jij dat niet? Nou, ik had wel verwacht dat er een soort opstand zou ontstaan. Ja,
Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. Maar volgens mij heeft je vader daar ook een belangrijke rol bij gespeeld. Want die lawaai-demonstratie, daar ben jij denk ik ook bij geweest. Hè? Ben ik ook bij geweest, ja. Ik ben normaal niet zo van die demonstraties. Ja. Maar daar had ik wel het gevoel van, ik wil hier wel naartoe. Ik wil hier bij zijn. Ik heb hier een passage van je vader. Over je vader. En dat maakte op mij toentertijd heel veel indruk. Misschien, ik heb het aangestreept. Kun je even voorlezen? Theo van Gogh maakte van het recht op vrije meningsuiting als schrijver en als cineast vrijmoedig gebruik. Hij maakte met veel mensen ruzie, ook met mij, en dat mag in dit land. En vader? Is die andere onderstreping? Dan heeft hij het over een aan Voltaire toegeschreven uitspraak. Hè? Ja. Ik ben het in alles wat u zegt met u oneens, maar ik zal blijven strijden voor uw recht om dat te mogen zeggen. En dan zegt mijn vader, om daarvoor te blijven strijden zijn wij hier bijeen, niet in stilte, maar oorverdovend. Ja. Hoe luister je naar die woorden? Ja, dat is moeilijk om terug te halen, maar ik weet wel dat ik... Die blik op mijn vaders gezicht, die kan ik me nog goed herinneren. Dat was echt een getergde blik. Ja. En die had ik nog niet zo vaak gezien van hem. En wat was dat dan, die blik? Waarom was je zo getergd? Nou ja, er wordt gewoon iemand, een inwoner van je eigen stad, wordt op klaarlichte dag, hè, op een tijdstip dat ouders hun kinderen naar school brengen, wordt gewoon op straat, in een drukke straat, afgeslacht gewoon. Mm-hmm. Een soort van rituele slacht vond daar plaats. Ja, dat is nogal wat. Heb je op zo'n moment heb je dan ook contact met je vader? Nee, volgens mij niet. Nee. Dan laat je hem even... Nee, maar dat was natuurlijk voor hem gewoon een gigantische drukke tijd. Ja. Nee, ja. Ja. Dat was dus een markeringspunt in de Nederlandse geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Hè? In hoeverre heeft dat doorgewerkt in Nederland? Ja, nou ja... Ik heb in mijn boek het voorbeeld gegeven dat op de hoek bij de moord woonde Martin Bosma. Die zat toen in de journalistiek. Mm-hmm. En hij hoorde op een gegeven moment, 's ochtends dacht hij vuurwerk te horen buiten. Een kwartiertje later ging hij de deur uit om een halfje bruin te kopen. En daar zag hij dat lijk van Van Gogh liggen. Mm-hmm. En toen dacht hij, nu moet ik wel. Zo heeft hij het aan mij beschreven. Nu moet ik wel. En toen heeft hij zich aangesloten bij Wilders. Mm-hmm. En is natuurlijk later de partijideoloog van de PVV geworden. PVV is uiteindelijk echt in ieder geval een heel stabiele factor in de Nederlandse politiek geworden. De grootste partij nu. Dus ik denk dat wel dat in ieder geval één gevolg is. Dat heel veel mensen het idee hadden van de islam is de grote vijand. Mm-hmm. Ik wil dadelijk even terug naar het begin van Theo van Gogh, hoe hij zo is geworden. Maar je hebt in 2001 ook een boek geschreven waarin je eigenlijk gebeurtenissen uit het verleden naar het heden hebt gehaald. 2011, dat was een soort van bundeling van columns. Ja, precies, die in NRC Next heb geschreven. Ja. Als je dat nu eens even transponeert naar Theo van Gogh, stel dat hij nu in deze tijd nog zou leven. Ja. Zou hij actief zijn geweest in de PVV? Ik denk het niet, nee. Want? Nee. Nou, ik denk dat hij wel deels achter die standpunten van de PVV stond, zou staan. Maar hij was bijvoorbeeld een heel grote aanhanger van Fortuyn. Mm-hmm. Hij hield heel erg van dat flamboyant en van die zelfspot van Fortuyn. En ik denk dat hij dat niet bij Wilders zou zien. En los daarvan, Wilders is nu de macht eigenlijk, hè? Wilders is de grootste partij van het land. Mm-hmm. En wat doe je met de macht? Daar schop je tegenaan. Ja. Oké, dus je verwacht niet, want hij schurkte heel erg tegen Fortuyn aan. De goddelijke kale noemde hij hem. Hè? Ja. Dat was echt onder de indruk van de persoon. Ja. En je zegt van misschien dat hij bepaalde denkbeelden van Wilders zou onderschrijven. Maar omdat Wilders als persoon misschien wat fletser is, minder charismatisch, zou hij afhaken. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Het is altijd koffiedik kijken. Ja. Ik denk wel dat je kan zeggen dat hij gewoon altijd, nog steeds, Theo, in het middelpunt van de belangstelling zou staan. Ja.
Dat heeft hij gewoon vanaf het begin van zijn carrière, is hem dat gelukt. Ja. Overal, hij wist altijd precies welke onderwerpen hij moest aansnijden. De onderwerpen die tumult zouden veroorzaken. Ja. Nou, ik denk dat hij dat nog steeds had. Die voelspiet ervoor. Ik wil even terug naar het begin van Theo van Gogh. Groeit op in Wassenaar. Ja. Rijke luiskindje. Zijn familie is... stamt af van de beroemde Theo en Vincent van Gogh. Hè? Ja. Dat is een erfenis die eigenlijk ook een beetje over zijn leven bleef hangen. Hè? Hij had daar last van. Hè? Nou, hij moest zich in ieder geval tot die beroemde voorouder verhouden. Ja, hè? Precies. Er is één hoofdstuk in mijn boek, dat heet Bang zijn niets bijzonders te lezen. Ja. Maar even terug naar Wassenaar. Hè? Wat mij frappeerde is, je hebt schoolrapporten van Theo ingezien. Hè? En heb je ook... een aantal koorts over opgenomen, is een juffrouw die zei, even kijken, op pagina 41, ik haal hem er wel even bij, die zei, op een rapportje schreef ze, Theo heeft een enorm minderwaardigheidscomplex dat hij probeert te verbergen door flink te doen. Hij is o zo bang zijn gezicht te verliezen. Ja. Was het de lagere school, hè? Ja, dat was het geloof ik 9 jaar. Ja, en wat me dan ook nog zo frappeerde is, zijn moeder zei, dat is onzin. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat? Zijn moeder zei misschien niet, het is onzin, maar ze zei, maar die onderwijzeres die was niet zo goed. Die had dat niet zo, die kon dat niet zo weten. Ja. Terwijl Theo zelf later heeft gezegd dat hij juist echt een band met die vrouw had. Ja, dat hij ook vaker bij haar langskwam en zo. Ja. Ja, dus ik vond dat een ontzettend interessante quote natuurlijk. Absoluut. En dan op die leeftijd werd hij al zo getypeerd. Ja, überhaupt om zoiets op te schrijven, dat doe je ook weer niet zomaar. Ja. Dus ik vond het heel interessant. En er is natuurlijk dan ook nog niet zo heel veel gebeurd in een leven, hè, als je 9 bent. Nee. Dus ik vond het, ik vond het belangrijk om het, om het op te nemen. Zeker. En dan gaat hij naar de MAVO, hè? Ja. Terwijl volgens mij andere achieving was toen aan de orde. Hij ging eerst naar de brugklas van het Rijnlands. Ja. En werd hij teruggezet. Ja. Ja. En daarna heeft hij toch HAVO VWO gedaan. Ja. Hè? En ook daar viel hij al op door, juist heel veel tegenbeweging te creëren. Hè? Met schoolkrantjes, de PISA en de Poepkrant. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk, maar met name vanaf die puberteit is hij echt gaan. Werd hij echt een rebel. Ja. Ja. In Wassenaar dan. Ja. Hè? Een groepje vrienden, experimenten doen. En bijvoorbeeld op de Rijksstraatweg gaan liggen. En dan wachten tot er een auto aankomt en dan zo lang mogelijk blijven liggen en zo. Toen speelde die voor lijk, hè? Ging voor een auto precies. Leggen. Ja. En, heb je daar een verklaring voor? Waarom die. Die juffrouw gaf net een verklaring. En die moeder zei: hallo, dat ligt wat genuanceerder. Maar heb je echt verdiept in hem. Ja. En je bent eigenlijk. Je hebt zijn hele levensloop bij je doorgegaan. Heb je daar een verklaring voor waar dit vandaan komt, dit gedrag? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag die achter het hele boek zat. En van hoe wordt iemand zo? En hij had natuurlijk ontzettend. Leuke, charmante, enthousiasmerende kant had hij. Ja. En heel ontzettend, kon ontzettend goed zich inleven in anderen. Hij kon mensen heel goed lezen. Tegelijkertijd kon hij echt mensen echt te krenken. Ja, echt te kwetsen. Echt te kwetsen. Ja. Dus hoe werkt dat? Hoe wordt zo iemand zo? Ja. Dat was de vraag. En ik denk niet dat je daar een 1-op-1 antwoord kan geven. Van, het komt alleen maar omdat hij een minderwaardigheidscomplex had. Maar ik ben allerlei verschillende factoren eigenlijk langs gegaan. Ja. Die daar allemaal speelden en die bij elkaar eigenlijk die cocktail werden. Die persoonlijkheid Theo van Gogh werd. Ja. En dan speelt onder andere mee die afkomst. Maar dan speelt bijvoorbeeld ook genen gewoon spelen mee. En als je kijkt naar de generaties boven hem bijvoorbeeld. Ja. Daar waren heel veel psychologische ziektes, heel veel depressies en suïcides kwamen daarin voor. Ja, want je had ook mee. Vincent en Theo, dan heb ik het over de schilder en zijn broer. Ja. En die waren allebei, hadden psychische aandoeningen. Ja. En die twee zussen ook, hè? Ja, zeker. Die zaten ook in een psychiatrische inrichting. Ja. Maar ook van moederskant. En van moederskant. Is dat ook wel, hè, van Theo's moederskant. En maar ook van zijn vader ook nog wel heel veel andere generaties. Dus dat is wel behoorlijk wat je dan meekrijgt. Ja. Kijk, je hebt de ouders gesproken. Heb je hierover gehad? Ja, we hebben het over van alles gehad. Ik ben heel vaak daar langs geweest uiteindelijk. Ja. Ja, maar ik kom dit, misschien corrigeer me als het er wel in staat, maar ik ben er niet echt tegengekomen dat ze hierop gereflecteerd hebben, op die geestesziekte. Nee, ze hebben dat wel verteld dat ook aan de hand was. Maar dat is ook maar één van de vele factoren die er mogelijk ook aan de hand zijn. Hè? Je gaat ook kijken naar belangrijke gebeurtenissen in zijn jeugd.
met name, hè, ja, van die vormende periode. En noem er eens eentje dan. Nou, afwijzing van de filmacademie. Ja. Dat is nogal iets, hij wilde het allerliefste wat hij wilde doen was filmen. Dat wilde hij, had hij op een gegeven moment in de gaten gekregen. En daar mag hij dan niet bij, want hij had dan een gesprek met de directeur van de filmacademie. Ja. En die vroeg na vijf minuten van, Theo, wie is je psychiater? Ja. Ja. Dus, ja. Dus, ja. Kijk, er worden natuurlijk meer mensen afgewezen op de filmacademie, ja. Maar meer dan dat er worden aangenomen. Maar bij hem uitte zich dat misschien mede in echt treitergedrag, echt kwetsen. Na die afwijzing had hij een uitspraak die hij vaak deed, was rancune is een respectabele drijfveer. Dat zei hij toen voortdurend. Dus ja, dat is ook iets wat meespeelt. En verder... Ja, dat die jeugd, hij zei altijd, ik leid aan een gelukkige jeugd. Ja. Maar later nuanceerde hij die uitspraak ook wel. Ja. Kijk, in die tijd dat hij begon te filmen, want hij heeft natuurlijk wel, zijn droom is hij blijven najagen. En daar is hij in bepaalde opzichten ook succesvol in geworden. Hè? Ik bedoel, ik ga het niet over de kwaliteit, maar gewoon, hij heeft een aantal films gemaakt. Ja, nou, maar bij die eerste film... Gouden Kalf gewonnen. Gouden Kalf gewonnen, klopt. Dus... succesvol. Bij die eerste film was hij nauw bevriend met Tom Hofman, ja. Luger. Hij gaf ook aan bij Luger van, ik maak een statement tegen fascisme, hè, en tegen rassenhaat. Ja. Ja, Tom Hofman speelde eigenlijk een fascist. Ja, precies, die speelde een fascist. Met die beroemde scène met die kat in de wasmachine. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, van met Tom Hofman bouwde hij een hele nauwe band op. Het waren echt maatjes. Ja, boezemvrienden. Boezemvrienden misschien wel, ja. Maar dat is wel heel erg lelijk afgelopen. Hè? Ja, ja. Nou ja, Theo was degene die natuurlijk die film had gemaakt met Tom in zijn eerste hoofdrol. Ja, die kreeg daar meteen bekendheid door. En die kreeg toen ook andere rollen in films. Bijvoorbeeld van Paul Verhoeven. Zijn ster race heel snel. Vierde man, hè? Kreeg je toen precies, de hoofdrol. Precies, ja. Dat was vlak daarna. Ja. En dat was net in die periode dat Theo eigenlijk de halve filmwereld al meteen tegen zich in het harnas had gejaagd. Ja. En die probeerde ook films dan weer te maken. En dat werd in eerste instantie werd het allemaal afgewezen door subsidiegevers. Ja. Dus die kwam in een dal te zitten. Terwijl zijn vriend alleen maar steeg. Dus... Nou, Theo had geldnood en die heeft toen op een gegeven moment heeft Tom hem wel geld geleend. 3000 gulden. 3000 gulden. Maar uiteindelijk klapt die hele vriendschap. En gaat Theo hem brieven schrijven, echt snoeiharde brieven. Ja. En dan zegt Tom van, ja, onze vriendschap is blijkbaar over. En dan wil ik wel graag die 3000 gulden terug. En in reactie daarop heeft Theo toen 3000 gulden omgewisseld in... dubbeltjes en kwartjes. En stuivers. Stuivers. Ja. En die allemaal in een emmer gedaan en daar allerlei troep overheen gedaan. Ja, benoem hem maar. En zaad. Ja, verschrikkelijk. Ik weet niet, zaad weet ik niet. Maar nou ja, in ieder geval inderdaad en stroop en snot en weet ik veel. Ja. En dat heeft hij toen opgestuurd naar Tom met een briefje erbij. Van, hier, alsjeblieft Tom, hier heb je je geld. Dan heb je wat om te tellen, omdat je zo'n krentenkakker bent. Nou, en Tom heeft toen gezegd van, ja... Aan de postbode vroeg hij, wat is de status van deze zending? Moet ik dit aannemen of kan ik dat ook returneren? Zei de postbode, nee, dat kan ook terug. Dus uiteindelijk heeft hij teruggestuurd naar Theo. En die moest toen alles, al die muntjes allemaal weer gaan poetsen en schoonmaken. Omdat hij natuurlijk dat geld dan toch terug moest hebben. Maar dit is wel een voorbeeld. Ik kende dit niet en ik schrok er wel van toen ik het las. Want dit is één van vele voorbeelden. Hè. Hij ging echt heel ver in het kwetsen van mensen. Dit is natuurlijk een soort van practical joke. Ja. Ja, dus misschien. De vraag of dit nou echt zo heel erg kwetsend is. Ja, maar in ieder geval in zijn brieven was hij echt tot op het bot. Ja, zeker. Connie Palme. Ja. Sonja Barend. Ja. Ja, zijn brieven en zijn columns. Ja. Dat was zijn columns, die noemde hij ook zijn eigen cynische universumpje. Ja. Waarin hij alles kwijt kon. Ja. 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 En ook sommige brieven die ik heb gevonden, want ik heb natuurlijk ontzettend veel mensen kon ik nog spreken voor de biografie. Hij is 47 geworden toen hij vermoord werd. Al zijn vrienden en zijn vijanden, die zijn er bijna allemaal nog. Dus die kon ik allemaal opzoeken en ik kon vragen van, hebben jullie nog materiaal? Ja. En dan kwamen de meest fantastische brieven vaak naar boven. Want je schrijft, of je zegt ook in die biografie van, ik ben vooral onder de indruk van de kwaliteit van die brieven. Hè. Hij was een hele goede briefschrijver. Hoeveel brieven zijn er? Kan er een bundeling van gemaakt worden? Ja, zou zo kunnen. Echt waar? Ja. Privé domein. Heb ik voorgesteld, Bij privé domein? Ja.
En wat zeiden ze? Ik moet nog steeds antwoord krijgen. Bij Peter Nijssen. Ja. Ja, oh, dat verbaast me wel. Maar zo'n Laurie Langenbach hebben ze, zeg ja. maar, wel nog... die ook een beetje uit die tijd van Theo stamt, hebben ze dat gedaan. En die brieven, die hebben ze ook allemaal aan jou ter beschikking gesteld. Bijvoorbeeld Sonja Barend. Die niet. Die had ze allemaal weggegooid, zei ze. Oké. Okay. Ja. En ik heb heel veel mensen gehad, hoor, die in eerste instantie vaak zeiden van... nou ja, die brieven die heb ik in de kelder heb ik die opgeborgen. En ja, helaas, de kelder is onder water komen te staan. Dus die brieven heb ik niet meer. Ja. Maar dan kon ik dan toch bij ze langskomen. En dan, als ik dan ging in dat interview ging... als dat een uur of anderhalf uur bezig was, dan zeiden ze vaak van... ik ga even naar achter, want misschien heb ik toch nog iets liggen. En dan kwamen ze terug en hadden ze vaak zo'n stapel. Toch wel, brieven, chronologisch gerangschikt. Ik heb van Sonja Barend een passage in de brief die ze heeft gekregen van Theo. Dus die was blijkbaar nog niet weggegooid. Ik heb één brief heb ik gevonden, op een oude diskette. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik lees even een passage voor. Want hij, even de context, Sonja Barend heeft een aanklacht ingediend tegen hem. Misschien kun je dat even kort toelichten. Ja, nou kort, het is een beetje complex, maar Theo's eerste stuk was een schotschrift tegen Leon de Winter. Ja. En daar stonden drie sick jokes in over de Holocaust. Ja. En daar is toen heeft Sonja Barend samen met Ronnie Naftaniel van het CIDI hebben toen een aanklacht ingediend. En die rechtszaak heeft bijna 10 jaar gelopen. Ja. Dus tot verschillende keren is hij tot aan de Hoge Raad gekomen. En hij heeft verloren. Hè? Hij is veroordeeld tot een geldbedrag. Ja, dat is ook weer ingewikkeld. Hij heeft in eerste instantie verloren en daarna is hij weer vrijgesproken. Oké. Okay. Dus, ja. Maar een van die passages ging over die sick joke over karamel. Ja. Van het ruikt het hier naar karamel. Oh, ze verbranden de suikerzieke joden. Ja. Maar ik lees even deze passage voor van die brief van Theo aan Sonja Barend. In je huidige tempo van verval spel ik week na week aan de buis gekluisterd je uiterlijk. Televisielicht verraadt onbarmhartiger dan ik beschrijven kan die tragische tweeënheid van uitgelopen make-up en aangevreten vrouwenhals in dat doolhof van moedeloze wallen. Voorwaar een surrealistisch schouwspel. Een en ander gevoegd bij die mond als een kwakende chanker maakt jouw verschijning onbetwist tot de sprankelendste bouwval van Hilversum. Het is ook mooi verwoord, toch? Ja, hij had onmiskenbaar literair talent. Ja, hij kon ontzettend. Hij had een hele eigen manier van schrijven en zich uitdrukken. En los daarvan, ik vind de manier waarop Sonja Barend oud wordt met haar rimpels prachtig, maar dat geheel terzijde. Maar even kijken, die brieven, wil je daar echt nog iets mee gaan doen? Nou, ik zou het wel mooi vinden. Ja, en ook mooie inleiding van jou. Je hebt dus fantastisch mooie, ontroerende, lieve brieven. En je hebt ook dit soort brieven. Dus het hele palet, al zijn eigen eigenschappen, die komen er allemaal in die brieven. Maar komt misschien het innerlijk van hem wel het beste tot zijn uiting in die brieven? Omdat daar alle kleuren aan de orde zijn. Precies. En ik heb ook brieven gevonden, dat vond ik zelf het meest opzienbarendste. Dat hij mensen ontmoette, vaak vrouwen. En daar, die had hij dan een paar keer gesproken. En dan zegt hij van laten we een correspondentie starten. En onder andere is dat gebeurd met een stel uit Amsterdam-Oost. Ze hadden elkaar met honden uitlaten ontmoet. Nou ja, en dan beginnen ze een correspondentie die duurt 3 jaar. En die gaat echt over zijn innerlijke wereld. Ja. Die is heel persoonlijk. Ja. Het is bijna alsof hij een dagboek schrijft, maar dan toch wel de behoefte heeft om dat dan te versturen. Ja. Dus er zijn echt honderden brieven. Honderden, ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Hij schreef meerdere brieven op een dag. Ja. Want ik heb ook nog even wat teruggelezen van Gogh. Zijn boeken, columns en zo. Ik vind dat niet helemaal overeind blijft, vind ik zelf. Nee. Ik vind zijn proza ook niet sterk. Nee, zijn columns vond ik ook hoor. Als je dat dan allemaal achter elkaar gaat lezen. Ontzettend veel herhaling zit daarin. Ja. Daar word je ook niet echt vrolijk van. Nee. En ik vond zijn films ook wisselend. Maar zijn interviews. Wat vond je van zijn interview? Die vond ik heel goed. Ja. Die vond ik heel goed. Dat hij inderdaad van al die verschillende kwaliteiten, dat hij wel als interviewer het allerbeste was. Kijk, bij die interviews merkte hij ook dat hij oprecht geïnteresseerd was. Toen was hij ook niet uit om te kwetsen. Hè? Nee. Hij maakte contact. Ja, hij zorgde dat hij een hele goede eerste vraag had. Ja.
Ja, dan Jan de Bonfrie vroeg die bijvoorbeeld van, zou u een elektrische stoel kunnen ontwerpen? Ja, en dat was de eerste vraag. Eerste vraag, en dan kun je meteen, kom je daarna verder. Ja, ja. Hey, en vrouwen, hij heeft ontzettend veel vrouwen gehad. Ja. Prachtige vrouwen. Ik vond Theo van Gogh niet echt een hele aantrekkelijke man, hè, om het heel eufemistisch te zeggen. Maar de meest prachtige vrouwen kreeg hij in bed. Hoe heb je dat, hoe verklaar je dat? Nou, volgens mij kon hij in ieder geval vrouwen heel erg gevoel geven dat hij ze zag dat ze, en hoorde. Ja. En ik heb meerdere vrouwen ook gesproken die zeiden van, ik heb 10 minuten met hem gepraat. En na die 10 minuten dacht ik dat hij degene op de hele wereld was die mij het beste begreep. Ja. Dus dat is nogal een kwaliteit die je dan hebt. Ja, en toch maakte hij het dan nou ook weer kapot, hè? Vaak. Nou, hij heeft ook heel veel echte, hele goede vriendinnen gehad die zijn hele leven echt, dat hij loyaal is geweest en echt een vriendschap heeft in stand heeft gehouden. Ja. Die hield hij dagelijks op de hoogte. Ja. Vroeg ik ook altijd hoe het met hen was. Was altijd heel geïnteresseerd. Ja. Ja. Die kon is nooit echt zichtbaar geweest tijdens zijn leven. Nee. Heeft hij bewust geprobeerd om dat, om zijn imago te bewaken en dit buiten schot te laten? Ja, hij was denk ik wel erg bezig met zijn imago ook. Ja. Toen als hij op televisie kwam, dan vroeg hij van tevoren aan de schmink, vroeg hij om zijn wallen even wat aan te zetten. Weet je, dat soort dingen. En zijn hele uiterlijk, hè, met een hoge t-shirts en dat zijn pens nog even daaronder uitkwam en zo. Dat is allemaal natuurlijk wel, is daar toch enigszins over nagedacht. Ja, ja. Vandaar dat ik ook die brieven, ik ben er echt benieuwd naar om die kant te, want ik begon gaandeweg je boek ook een beetje een hekel aan hem te krijgen. Oké, okay, ik hoor vaker andersom. Ja? Dat mensen juist een hekel aan hem hebben en dat ze in de tweede helft van het boek juist weer wat, dat nee, ik had betere kanten wat ik had. Ik heb natuurlijk die periode meegemaakt en ik was best onder de indruk van zijn bravoure en zijn theatraliteit en wat hij allemaal durfde. Maar al die passages die jij beschrijft met die mensen die echt tot op het bot echt wil kwetsen. Ja. En dat vond ik een hele negatieve eigenschap die ik eigenlijk niet zo herkende. Okay. Ik had niet gedacht dat het zo diep zat. Ja, dat deed hij in zijn columns natuurlijk ook. Ja, maar toch, dat was een vorm. Maar in zijn persoonlijke brieven, als ik die brieven die jij die hier citeert van Connie Palme. Ja. Waarin hij eerst haar helemaal bewierookt en daarna eigenlijk helemaal afserveerde als een tweede rang schrijver. Nou, dat vond ik dus geweldig. Hè? Dat is zo'n voorbeeld van iemand die dan inderdaad na een uur, anderhalf uur met zo'n stapel brieven aan kwam zetten, Connie Palme. Ja. En dat vond ik fantastisch dat ik die brieven had, want die zijn allemaal geschreven in anderhalve maand. Dan een hele intense brief. Ja, precies. En dan in één keer tak, je kunt niet schrijven. Ja, en dan echt, Connie zei tegen mij van, ik kreeg het helemaal koud toen ik die brief las. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat geloof ik, ja. En even kijken, die moeder, hè? Als we nu het over vrouwen hebben, die moeder die leeft nog. Ja. Die speelt eigenlijk een hele belangrijke rol in zijn leven. Ja. Bewust en misschien ook wel onbewust. Voor we dadelijk ook komen bij de epiloog van het boek. Hoe schets jij eigenlijk de rol van zijn moeder in zijn jeugd? Nou, zijn moeder was een hele, eigenlijk wel flamboyante vrouw. Ook heel gastvrij, ontzettend hartelijk. Altijd heel verbaal ook, altijd aan het discussiëren. Iedereen was ook welkom daar, hè, bij hem thuis. Zijn vrienden, die werden ook altijd meteen naar hun mening gevraagd. En die moesten meedoen in het gesprek. Ging heel veel over politiek. Ja. Iedereen was welkom, hè? Iedereen was welkom. Ja, dat was eigenlijk een hele leuke vrouw. Ze was heel jong moeder geworden. Zag er ontzettend goed uit ook toen in de jaren 70, in die tijd dat Theo opgroeide. Het was inderdaad een heel belangrijke, voor iedereen is natuurlijk je moeder belangrijk. Ja, zijn moeder was belangrijker dan zijn vader, hè? Nou ja, hij is wel in ieder geval op het einde van zijn leven, Theo heeft heel erg gereflecteerd op ook problemen die hij zelf had. En die verbond hij heel erg zelf aan zijn moeder. Ja. Ja. Kun je daar iets expliciet over zeggen? Hij zei bijvoorbeeld tegen heel veel mensen dat hij met zijn moeder naar bed was geweest. Ja, daar wil ik ook duidelijk naartoe. Ja. Maar dat zei hij vaak quasi grappend. En dan wisten mensen ook niet zo goed wat ze daar dan mee moesten. Maar in veel brieven heeft hij daar ook wel veel gedetailleerder over geschreven. Precies. Dus ik wist dat van tevoren helemaal niet voordat ik begon. Nee. Maar ik kwam er natuurlijk al snel achter. Ik stuitte daarop. Dus voor mij was het heel ingewikkeld van hoe moet ik daar nou mee omgaan.
En zijn moeder die werkte dus mee aan de biografie. Ja, vond ik echt fantastisch. En was heel coöperatief en dan kon ik altijd langskomen. Ja. Maar ja, dan komt opeens dat verhaal. Dus en juist omdat het zo belangrijk was in Theo's hoofd in ieder geval. Van ja, dan moet ik, dat kun je niet als biograaf weglaten. Niet. Maar ook omdat je zegt, in zijn brieven was hij eigenlijk op zijn eerlijkst. Hè? Ja. En in verschillende brieven komt dit terug. Hè? Ja, zeker. Maar dan weet je nog steeds niet of het nou echt zo is. Ik bedoel, hij was ook niet... Kijk, het was niet iemand zoals Boudewijn Buch die volledig dingen verzon. Maar je ziet wel dat hij veel aan verdichting deed. Hij fabuleerde wel. En ja. Ja, je weet het niet. Maar ik had dus wel het idee, want ik moet het dus wel vragen aan zijn moeder van wat haar reactie daarop is. Ja, daar keek ik natuurlijk niet naar uit. Nee. Omdat ik dat gaan doen, is een vrouw van in de 80 en heeft haar zoon op zo'n gruwelijke wijze verloren. Ja. Maar ja, we hebben toen toch gevraagd en zij ontkent dat. Zij zegt van nee, maar dat is gewoon niet zo. Stel je voor dat ze het niet zou ontkennen, wat er dan... Ja. Nou ja, maar ook de manier waarop natuurlijk waarop ze dat ontkent, dat is natuurlijk ook nog weer van kijk, belang. In die brieven worden ook verschillende keren terug dat ze ook seks heeft gehad met vrienden van Theo. Hè? En volgens mij is dat iets feitelijker dan het feit dat Theo het heeft gedaan. Ja, het is wel een van die oude vrienden die dat zelf heeft gezegd tegen mij. En uiteindelijk heeft zij ook wel gezegd dat met een andere jongen dat er ook wel inderdaad een keer iets is voorgevallen. Dus daar zit iets meer, daar zit wel een kern in ieder geval van waarheid. Ja. Dus het zou ook zo kunnen zijn, maar dat is gewoon psychologiseren. Ja. Het zou zo kunnen zijn dat Theo dat verhaal heeft omgevormd en in zijn eigen hoofd. Gemythologiseerd. Ja, en dat, op een manier dat hij niet de omstander is als het ware, maar de actor. Hè? Degene die zijn moeder ertoe heeft bewogen om een taboe daartoe taboes te doorbreken. Okay. Als ultieme daad, zeg maar. Ja, dat zou kunnen. Dat het meest schokkende wat denkbaar is. Ja, precies. Dat is een soort van een theorie, maar dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Terugkijkend op Theo van Gogh. Wat heeft hij nou in essentie vertegenwoordigd tijdens zijn leven? Ja, het was natuurlijk een rebel. Het was ook echt een kunstenaar, denk ik. Hij was eigenlijk, denk ik, altijd bezig met het onderzoeken van, hoe ver kan ik gaan? Wat is vrijheid? Ja. En hoe ver gaat die vrijheid? Ja. Waar zijn de grenzen? Ja. En is die, we zijn nu 20 jaar verder, hè? Wat hij toen eigenlijk, de vrijheid die hij nam. Ja. En wat hij eigenlijk voor is gestraft, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Wat is er met die vrijheid in de afgelopen 20 jaar gebeurd? Ja, ik denk dat er nog steeds ontzettend veel vrijheid is. Wat natuurlijk een groot verschil is met de tijd van Theo van Gogh, is dat we tegenwoordig sociale media hebben. Dat is twee, drie jaar na de moord is dat opgekomen. En dat heeft ontzettend veel veranderd, want eigenlijk heeft iedereen nu een podium om te zeggen, te schrijven wat hij wil. Dus er zit niet meer die filter van die journalistiek tussen. Dat klopt, maar wat hij dus in de media echt publiekelijk kon vertegenwoordigen, kan dat nog? Ja, ik denk dat er ontzettend veel nog steeds kan. Ik denk dat de mensen snel zeggen van we kunnen nu niks meer zeggen. Ja. Ik denk wel dat het nog steeds dat het gevaarlijk kan zijn om dingen over de islam te zeggen op die manier. Dat is het, hè? Dat is vooral het grootste taboe. Ja. Je ziet het bij Lalle Gül, het natuurlijk. De weduwe van Van Gogh, ik heb het dan over Theodor Holman, Hans Steeuwen, Max Pam. Die eigenlijk een beetje zich hebben ontfermd over zijn gedachtegoed. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Nou, zeker in die eerste jaren. Ja. Ja. Die roepen eigenlijk nog altijd moord en brand. Hè? Kijk, ik denk dat je nog steeds ontzettend veel kan zeggen. En het is ook niet voor niets dat zo'n programma als dat van Johan Derksen, dat zo is een heel veel bekeken programma. En daar worden vaak heel grove dingen verkondigd. Ja. Nou, dat is verder geen groot probleem. Oké, dus... Als hij zeg maar nog was blijven leven, dan had hij daar volop mee gedaan, denk je? Het zou maar zo kunnen dat hij daar vaak aan tafel zat. Ik denk ook dat hij een soort van de koning van X zou zijn geweest. Ja. En ik denk dat hij een eigen podcast zou hebben gehad. Ja, oké. Met heel veel volgers en heel veel luisteraars. Ja. Hij heeft natuurlijk wel in het begin ook een beetje gepionierd op internet, hè? Met Gelukkig Roker. Ja. Hè? Ja. Dus... ja, dat is eigenlijk de eerste, de gezonde roker, dat was zijn website. Ja.
En dat was eigenlijk de eerste opinierende website in Nederland die echt heel veel gelezen werd. Ook. En waarop gereageerd kon worden. Precies, eigenlijk een soort van een voorloper van Geen Stijl. Precies. Ja. Oké. Okay. Hey, is er nog iets wat we niet besproken hebben van je zegt, wil ik toch eventjes nog benoemen? Nee, ik vond het leuk. Maar je bent nu toch al een tijdje met hem op pad, zeg maar. Ja. Heb je genoeg van hem? Ik vind het altijd leuk, want je hebt het boek zo goed gelezen, zie ik, met al die gele briefjes. Ik vind het altijd leuk als mensen... Dat is allemaal schijn, hoor. Oh, dat is allemaal schijn. Nee, ik vind het altijd leuk om het over te hebben. Ik heb er natuurlijk 7 jaar aan gewerkt, dus dan is het heel leuk om daarover te praten. Ja. Ik ben altijd benieuwd wat mensen vinden. Ja. Kijk, hiervoor heb jij een familiegeschiedenis geschreven over een Joodse familie, Sephardische Joden, die in de oorlog... eigenlijk probeerden hun afkomst om te turnen van wij zijn geen Joden, maar een mediterraan volk, zeg maar. Om aan die rassenwetten te ontkomen. Daar ben je jaren in gaan zitten. Ja. Hè? Nu jaren Van Gogh, totaal ander onderwerp. Ja. Hè? En nu? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ja. Je hebt ook nog geen antwoord, denk ik. Ik heb nog geen antwoord, nee. Nee. Maar misschien spreken we elkaar... Als er nog kijkers zijn van Omroep Tilburg dan, die een goed idee hebben, dan... Ik denk dat je zelf wel iets zult verzinnen. Ja, ik heb wel een paar ideeën, ja. Ik zal jou niet vragen om die cocktails te kussen, want dat heb je al vaker gedaan. En Jaap, dankjewel. Ja, graag gedaan. Jij bedankt. Dit was de eerste aflevering van Axiomaat. Axiomaat genereert genuanceerde gesprekken over beladen onderwerpen. En wij hopen dat we in de toekomst meer van dit soort gesprekken mogelijk kunnen maken. En dank.